Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van TTM TV. Mijn naam is Arjan Veldhoven en ik ben hier in de Renault Trucks fabriek in Bourg-en-Bresse. Nou, je maakt er natuurlijk allemaal nieuwe Renaults, misschien wel jouw Renault die je binnenkort gaat rijden. Maar wat ze ook doen is nadenken over de trucks van morgen, over betere producten en over betere dienstverlening. En daar gaan we vandaag wat van zien. We zijn hier eigenlijk getuigen van de geboorte van een nieuwe Renault. Dit is de Renault X-Road. Dat zijn eigenlijk oude premiums die ze binnenhalen. En nou, heel vaak zijn de auto's die terugkomen naar de Renault fabriek. Dat zijn 4x2 trekkers. En de behoefte in de markt is toch wat anders. En hier bouwen ze om naar de X-Road. En dat betekent een wat ruigere truck, aangepast, verstevigd. En dan kan hij weer de markt op. Voor ander gebruik. Wat ook gedaan wordt is het binnenbrengen van auto's die bijvoorbeeld euro 5 zijn, binnenkort ook euro 6 en die worden teruggeschroefd naar euro 3 en die gaan dan de export in. Dit is wel een interessant iets, dit is een 4x2 trekker geweest, wat nu duidelijk dus geen 4x2 meer is, maar iets veel langers moet worden. En dat kan in 3 lengtematen. En zo maak je van een 4x2 die iemand niet meer nodig had, weer een truck die gewoon weer op een heel andere manier ingezet kan worden. Gaat de Renault Trucks nu doen in Frankrijk en langzaamaan uitrollen over de rest van Europa. Ik krijg nu een bril op, een augmented reality bril. En die gebruiken ze bij Renault Trucks. Zit die goed? Ja. Look at me. You are an operator on the assembly line. Is that okay? It's okay. Yeah, okay. I can see it. When putting the glasses on, we'll help you. Those glasses are the first versions of the... Met de bril, wat je deze meneer dus net zag doen, kun je gewoon met augmented reality onderdelen controleren. Je ziet echt dan iets blauw oplichten daar op de motor en dan moet je daar gaan kijken of dat goed is. En dan geef je een vinkje en dan is het oké. En zo ga je een programmaatje afwerken voor motorcontrole. Renault Trucks heeft ook een project gestart voor 3D metaalprinting. Dat zie je hier een paar onderdelen van. Ze hebben een 5 liter motor gebruikt, de DTI5. En uiteindelijk hebben ze 200 onderdelen bespaard. Dus door dingen samen te voegen, bijvoorbeeld in het motorblok. Alleen al zijn al 80 onderdelen samengevoegd. Door die allemaal in één keer te printen in plaats van allemaal apart te produceren. En de totale gewichtsbesparing bedraagt 120 kilo. Dus ja, hier zit dan een stukje toekomst in en dan zeker voor de aftermarket, niet zozeer voor de echte productie in de fabriek, maar wel voor de aftermarket om al deze onderdelen gewoon te printen met een 3D metaalmachine. Tegenwoordig hoor je wel eens dingen over een living lab, maar deze Renault is een driving lab, Urban Lab 2. Een totaal geoptimaliseerde D-distributietruck met, nou ja, dat zie je al, allerlei aanpassingen aan de aerodynamica. Een hele laag bij de grond staande cabine. Maar ook zaken als een micro-hybride systeem dat energie terugwint voor allerlei elektrische zaken aan boord. Maar ook communicatie met verkeerslichten en nog veel meer. Alles bij elkaar. Deze truck wordt momenteel getest. Moet dat ervoor zorgen dat deze truck 13% zuiniger is dan zijn gewone dieselbroertjes.
Services, toegevoegde waarde, after sales. Het wordt steeds belangrijker in de dienstverlening van truckfabrikanten, ook hier bij Renault Trucks. Dat gaan we allemaal zien in de komende jaren, want al deze dingen die we nu besproken hebben, dat worden er steeds meer, wordt steeds belangrijker. Ik dank je wel voor het kijken naar dit vlog van TTM TV. Geef een duimpje als je het leuk vond, of abonneer je, dan zie je nog veel meer van dit soort vlogs. Ik zie je graag de volgende keer. Hoi!